Hoe is het zo ver kunnen komen met KVC Westerlo? Een vraag die ook de ervaren manager bezighoudt. Dus ik ben hier nu 40 jaar bij ongeveer. Dat toch de eerste keer, alleen de eerste keer is misschien, maar het is toch wel zo, als je de simulatie maakt van de laatste 15, 20 wedstrijden, dat hebben we nog nooit niet meegemaakt. Dat is precies de wet van Murphy en dat blijft duren. Dit is natuurlijk ook een kindje van mij, bij me niet van spreken. Hè. En je krijgt dan natuurlijk ook enorm veel kritiek, altijd anonieme brieven en zo. Mocht dat je weg zijn, trap het af. En ten duur weegt dat wel een beetje soms, hè. Dat moet ik ook wel zeggen. Maar uiteindelijk, ja, je bent verantwoordelijk, je moet die verantwoordelijkheid nemen. Hè. En moest het erg tegenvallen, ja, dan zou ik mijn conclusies moeten nemen. Goedemiddag. Kampioenspel, dat was belangrijk. We moeten onze spelers ook positief houden. En Bob kan dat wel een beetje. Hij heeft de drang in, de swing in. Maar voor die spelers is dat natuurlijk ook zo. Je moet af en toe eens kunnen winnen. Hè. En dat geeft ook moed aan die mannen. Ze mogen er een kop niet laten hangen. Hè. Maar je moet ook niet speculeren, want dan zeggen ze dat is een halvering van de punt in de eindrol. Nee, nee, je moet ze nu ook halen. Ja, ja. Waar heb je gehoord? Iedere keer per jaar. Bepaalde spelers zijn een beetje onmisbaar, maar elke speler is in principe onmisbaar. Hè. Maar als je vooraan, like een Benji moet missen en Jens Nasus weer verleden week moet missen. Maar allee, daar moet je het alleen niet op steken, want natuurlijk, onze bank is niet zo rechtstreeks van te zeggen die misschien wel evenwaardig zijn, maar die ervaring dan nog niet hebben. Dus het zijn allemaal factoren die meespelen en voetbal wordt gedirigeerd door geld op deze moment. Hè. De bank van OSL die kost zoveel als 25 spelers. Hè. Dus we moeten dat meer vergelijken. Daar wordt meer betaald nu aan spelers door bepaalde clubs als in eerste klasse. Clubs die overgenomen zijn door buitenlandse geldschieters. Ook Westerlo stond vorig seizoen twee keer dicht bij een overname. Eind 2016 was er de deal met Soudal die afsprong. Daar wil ik niet graag op terugkomen. Ik heb er persoonlijk veel spijt van. En, ja, ik had alles... Op de vrijdagavond, alles was in orde, alles getekend. En het weekend is er niets gebeurd, buiten mij. En toen heeft hem zondags gebeld, absoluut het gaat niet. Enkele maanden later boden zich in volle degradatiestrijd Chinese overnemers aan. Als we dus verleden jaar erin gebleven hadden, hadden we een contract vanaf maart. Dus als het beding bleven. Ja, en toen zakten we, dan hadden we het zitten. Hè. Wij vroegen altijd, waarom moeten we nu Westerlo hebben? En dat was telkens hetzelfde verhaal. Onze leider heeft gezegd, in het voetbalwereldje was dus België over 10 jaar ook op de 7e plaats, wat internationale ranking betreft, en zij ook. En nu staan jullie bij de eerste 10, zelfs toen bij de eerste 5. Dus wij willen vooral investeren in de jeugd, zoals jullie dat gedaan hebben, dat wij misschien in 2030 het wereldkampioenschap kunnen richten. Ja, luister, we zullen zien, hè. Wij zijn nog on speaking term met bepaalde overnemers en wij moeten ook mee met het systeem. Waar moeten we die trouwens situeren, die mogelijke overnemers? Dat kan ik niet zeggen. Hou jij rekening, Herman, met het slechtst denkbare scenario op het einde van dit seizoen? Ja, ik kan in een glazen bol kijken en hopelijk moet ik daar geen rekening mee houden. Maar natuurlijk, jij weet dat ook, dat je erom denkt en dat je daar een beetje schrik van hebt. Maar... uiteindelijk, als je schrik hebt, krijg je ook slagen. Dus uiteindelijk moeten we kop omhoog houden.